Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 23 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Schraven en vandaag met de vorige aflevering nummer 57 hier in België. Heb jij die vorige video gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtsboven het i'tje. Klik erop en zou die aflevering verschijnen. Gisteren helaas geen video opgenomen. Waarom? Ik heb het nogal druk met werk en ja, opnemen en dan bewerken, daar had ik even geen zin in. Dus helaas, daarom dus. Wat betekent dat deze week maar één video online komt? Of is gekomen? Goed verhaal! Goed, we gaan dus lekker door met My Team Career Mode. België staat op het programma. We hebben 48 punten voorsprong op Max Verstappen. In deze video zit weer een sprint in de race. Sprintrace eigenlijk. Dus dat betekent weer kans op nog meer punten afpakken van Max. Maar mooi is dat gaan gebeuren. Eerst even de kalender zien op te vullen. Jazeker. Met de belangrijkste zaken. En een daarvan is het contract met Max. Gaan verlengen. Bereik is benaderd en bieden gewoon weer hetzelfde salaris. $16,05 miljoen voor de rest van het seizoen. En dat accepteert Verstappen. Jazeker. Max is weer bij ons. Hij was eigenlijk al bij ons. Maar goed. Definitief. Voor het resterende races. Goed om te zien. Kalender dus even op gaan vullen. Met allerlei activiteiten. We hebben wel een aantal dingen van de motor die wat licht beschadigd zijn. Daarvoor moeten we even gaan kijken welke aan vervanging toe zijn. Want als we die nu nog doen, dan hebben we er gelukkig geen gridstraf voor. In België moet je geen gridstraf pakken, want ja, op dit circuit is de concurrentie heel snel. Kijk wie er nog meer is vervangen. Van de teams en rijders. Volgens mij is er niemand meer bijgekomen. Mooi. Nog steeds leider in het klassement. Tot nu toe. Gewoon continu op het podium gestaan. Helaas voor Verstappen geldt dat niet. Daardoor zijn wij uitgeroepen bij onze landgenoot. Spoelen de tijd mooi even door. En kijk wat er allemaal op de auto komt. Helaas hebben wij geen updates meegenomen. Waarom? We kunnen niks meer updaten. Daarvoor moeten wij daar, ja, ik denk nog een aantal seizoenen verder zijn in het spel. Pirelli Hot Lap slaan wij dus mooi over. We kunnen nog even kijken. McLaren is wat dichterbij gekomen, zie ik. En ik kan gewoon niks meer updaten. Dus dat is minder. Dat betekent op naar de kwalificatie en kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Zijn we aanbeland bij Q1. En dan is een component wel heel erg beschadigd en ga ik dat risico niet nemen. En dat betekent dat we even 7 minuten en 30 seconden in de pitbox moeten gaan stilstaan. Daar hebben we nog voldoende tijd voor om een ronde te laten noteren. 10 minuten dus. Tijd zat. Spoelende tijd. Mooi even door. En dan zijn we dus aanbeland onze eerste ronde in Q1. Daar helaas het gas geraakt. En kijken of wij door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Dus ongeveer 6 minuten op de klok. Kom maar bij het einde van mijn ronde in Q1, want ik denk niet dat ik hierna naar buiten ga. Van de laatste plek staan wij zometeen met de DRS open op de eerste tijd. Jazeker, goed gedaan. Uitstekende ronde. En we zijn door naar het tweede kwalificatiedeel. Goed om te zien. Kijken wat ik dus kan gaan doen. Kan ik doorkomen naar Q3? Ik verwacht van wel. Ik verwacht ook dat Verstappen door gaat komen naar het laatste kwalificatiedeel. Vechtend voor de pole position. Uitstekende eerste bocht genomen. Jazeker. Dan komen we aan
kom ik aan bij het einde van mijn eerste ronde in Q2. We stappen voorlopig naar de snelste tijd. En kijken waar ik dan dus zometeen sta. Dat is ook een P1, jazeker. Goed gedaan. Tsunoda naar P2. En dan zit Q2 erop, door naar Q3. Daar helaas wat te wijd. Dat heeft onze exit gekost. Onze exit snelheid. En kijken wat ik dan dus nu kan gaan doen met nog ongeveer 9 minuten op de klok. Richting Eau Rouge. Zo goed genomen, nog ongeveer 7 minuten op de klok. Daar helaas te wijd. Betekent dat ik wat tijd heb verloren bij deze Q3 ronde. Maar voorlopig wel pole position, jazeker. Goed gedaan. Maar dan ga ik er nog een keer naar buiten om deze ronde te verbeteren. Nog ongeveer 40 seconden op de klok. En de DRS dus geopend. Helaas gaat het hier niet goed. Betekent richting dat broodje. En we sturen wat naar buiten om er niet op te komen. En zo hebben wij wat tijd verloren helaas. De vlag hangt uit in Q3. We zijn gewoon 1/4 langzamer dan onze eigen tijd. Maar ik denk niemand dat ons... gaat inhalen, jazeker. Pakken wel wat tijd goed. 1/10. Kunnen ons net niet verbeteren. Maar pakken wel pole position voor de sprint. Pole voor de sprint gepakt. Goed gedaan, jazeker. En max na P5 is het op naar de sprint. En kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. So it is all about speed in today's sprint. Not very many laps and no chance to get ahead on strategy. Who here today has the raw skill to take them to the top? Running through the driver grid order for today's exciting sprint. The professor lines up on pole position, and the smooth operator Carlos Sainz completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Tsunoda, Oscar Piastri, Verstappen, Gasly, Russell, Norris, Drugovich, Leclerc, Perez, Teo Pourchaire, Richard Vasseur, Doohan, Albon, Liam Lawson, Bottas, Sargeant, Stroll, Hauger, Magnussen, and Nyck de Vries rounds off the grid. Which of these drivers will get pole position today? We will soon find out. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Dat momentum moeten we dus meenemen in deze grote prijs naar de puntenfinish van vorige race. Geen regen verwacht. 5 ronden lang kunnen we kijken wat we kunnen gaan doen. Kunnen wij de pole pakken voor de hoofdrace? Eerst de formatieronde beginnen. We komen heel goed van onze positie terecht. Eigenlijk vandaan is het. Heel veel informatie van de engineer wat we eigenlijk al lang weten. We komen aan het einde van de formatieronde dus in onze gridpositie terecht zometeen. Stappen vanaf P5, ben ook benieuwd wat hij kan gaan doen. Kan hij zichzelf naar voren knokken voor misschien een podium of de overwinning en 8 punten erbij, of pakken wij die van hem af. We komen in ieder geval heel goed in onze positie terecht, 0,7 meter er vanaf, lekker keurig. Wachten tot de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. Dan gaan we beginnen voor de sprint hier
Aflevering nummer 57 gaat dus beginnen met onszelf op pole position. Sainz op P2, Tsunoda op P3, Piastri 4, Max op P5. De lampen zijn uit en we zijn onderweg en komen goed weg, jazeker. Sainz is slecht weg, Tsunoda al gelijk aan die binnenkant. En pakt hem af, jazeker. Tsunoda naar P2. Hij zit gelijk ook bij ons te kijken voor de leiding. Sainz knokt zich terug. En is weer naar P2. Tsunoda terug op P3 verwezen. Maar Tsunoda pakt gewoon de leiding af, jazeker. En Sainz zit er ook aan te komen. Aan de binnenkant. Maar lukt daar net niet. Tsunoda aan de leiding in de sprint. In de eerste ronde van de race. Kunnen hier misschien terugkijken bij de Japanner. Aan de buitenkant hier. Meer snelheid meenemen. Jazeker. En weer P1 is van ons. Goed gedaan. Nu dit proberen vol te houden. Maar hier gaat het al gelijk mis. Want daar zit Tsunoda weer te kijken. Misschien aan de binnenkant. Jazeker. Maar kan er niet voorbij. Kleine touché. En dat zorgt ervoor dat Tsunoda wel hiervan profiteert. En pakt de leiding af in de eerste ronde van de race. Definitief. Nu kunnen we ook niet terugkomen bij hem. Piastri zit achter ons. Ook te kijken voor een aanval. En de beide McLaren's gaan mij dus voorbij. Duwen Piastri als het ware vooruit bij die bocht. En zo pakken wij P1 weer terug. Zitten we zometeen in de tweede ronde van de sprint. Nog 3 rondes te gaan in de race. En hier aan de binnenkant, zeker bij Yuki Tsunoda. Schiet er wat door. Maar Tsunoda kan niet terugkomen, jazeker. Zo pakken wij P1 weer af van de Japanner. Goed gedaan. Nu is het hopelijk wegrijden van de twee McLaren's. En natuurlijk ook Max Verstappen die op P4 rijdt. Maar diezelfde Tsunoda zit hier aan de buitenkant en is daar gewoon voorbij. Jazeker, Tsunoda passeert ons. Knijpt die binnenkant af. Kijken terug naar de buitenkant. En duwen hem als het ware een beetje wijd. Hebben P1 weer echt in handen van ons. Ronde nummer 3 als wij de snelste raceronde hebben laten noteren. Met een 1.43.5. Tsunoda op 2 seconden. Max op P4. Achter Yuki Tsunoda. Sainz terugwezen tot een 5e positie. En wij laten de snelste raceronde weer verbeteren. Goed gedaan. Gat naar Piastri is ongeveer 19e. Wordt in dit dus zo groot mogelijk zien te maken. Wat kan Piastri hier misschien? Want hij heeft DRS. En slipstream en overtake. Nee. Hij heeft geen DRS. Zit net te ver weg, zie ik. 2 seconden is het gat. Dus dat redt hij sowieso nooit. En dan zitten we in de laatste ronde van de sprint alweer. Als Piastri toch naar ons is toegereden. Dat gat is nu 2/10. Zit hier aan de buitenkant te kijken. Maar kan er niet voorbij. Max op P4 nog steeds. Tsunoda op P2. Teamgenoot Piastri van Tsunoda op P2 dus. Tsunoda op P3. Excuses, ik zei het verkeerd. En wij dus nog steeds altijd aan de leiding in de sprint. Wat kan Piastri hier doen? Zometeen bij de busstop chicane. Kan er niet langs. En zo pakken wij de sprint in België. 8 belangrijke punten erbij. Geschreven voor het team en voor mijzelf. McLaren pakt een dubbel podium. P2 en P3 voor hem. Max helaas teleurstellend. Dat is minder. Dat is nummer 6. Congratulations on a well-deserved winning streak. 6 races gewonnen. Dus goed gedaan. Uitslag van de sprint. Wij winnen dus de sprintrace. 8 punten erbij. Max op P4. Piastri 2 en Tsunoda op P3. De rest zien jullie allemaal op het scherm. Dus op naar de hoofdrace en kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan.
It's the Belgian Grand Prix, the site of the maiden victory of the Jordan team in 1998. The venue that Michael Schumacher made his debut in Formula One. There is so much history here amongst the beautiful nature. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. The Professor lines up on pole position, and Oscar Piastri completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Tsunoda, Verstappen, Sainz, Norris, Drugovic, Leclerc, Russell, Perez, Richard Vachon, Teo Pourchaire, Doohan, Albon, Bottas, Gasly, Liam Lawson, Sargeant, Hauger, De Vries, Magnussen, and Lance Stroll brings the grid to a close. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij de grid. Kijken wat we dus kunnen gaan doen op deze bewolkte dag in België. Strategie is zacht medium. 15 ronden lang gaan we kijken wat we dus kunnen gaan doen. De sprintrace hebben we al gepakt, jazeker. Nu is het kijken of we ook de volledige score kunnen pakken voor de hoofdrace. Dat zou mooi zijn, en zo niet, dan hebben we gewoon pech gehad. En dan is het op naar de formatieronde. En kijken wat we dus kunnen gaan doen. Nou, heel veel informatie van de engineer wat we eigenlijk al lang weten. Banden en remmen gewoon opwarmen en zorgen dat ze niet te heet worden. Dat is het advies. En dan komen we dus aan bij het einde van de formatieronde. Alles is op temperatuur gebracht. We komen keurig in onze positie terecht, dus zeker 0,5 meter er vanaf. Goed gedaan, wachten tot de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor de hoofdrace dit keer. Voor aflevering nummer 57 hier in België. Wij dus op pole position. Piastri op 2, Tsunoda 3, Verstappen 4, Sainz P5. De lampen gaan aan voor de grootprijs van België. En ze zijn uit en we zijn onderweg en komen goed weg, zeker. Tsunoda is slecht weg, Max al gelijk naar P3. En wij verdedigen die binnenkant. Piastri op P2. En hier helaas het broodje geraakt. Betekent dat Piastri hier aan de buitenkant kan kijken, maar wordt geblokkeerd. ICI heeft wat problemen volgens mij, of de MGUK, weet ik niet zeker. Daarvoor moeten wij oppassen, maar dit keer zit Piastri aan de buitenkant. Hier weer op Camel Street. En is er voorbij. Maar wij gaan als laatste van die twee, jazeker. En duwen een beetje wijd. Max naar P2. Pakt Piastri, goed gedaan. MGUK heeft problemen. En daar is het gele vlag, omdat daar iemand gaat uitvallen. Volgens mij is dat George Russell. Die de race hier niet finisht. En wij noteren trouwens de snelste raceronde. Maar Russell uitgevallen in de grote prijs van België. 0 hoofdracepunten voor hem. Geen idee waar hij is geëindigd op de sprint. Max zit binnen DRS afstand van ons. Kan zometeen gaan aanvallen voor de leiding. En dan gaan we ronde nummer 3 alweer in met de DRS die beschikbaar is gesteld. En wij laten weer de snelste race ronde noteren. Maar volgens mij, ik dacht even dat Verstappen hem afpakte. Nee, wij houden nog steeds de snelste race ronde in stand. Ronde nummer 8. Als de linker voorband het gaat begeven. En ik ga proberen een overcut te slagen op de jongens die al gestopt zijn. Jazeker, en duiken dus naar binnen in de 8e ronde van de race. Dat
betekent volgens mij dat Verstappen meer naar binnen is gedoken. Jazeker, Max naar binnen gedoken voor zijn pitstop. Wordt een dubbele pitstop voor mijn team. Kijken of ze dat goed kunnen handelen. Oké, 2,2, een prima pitstop. Max moet een beetje wachten en verliest tijd naar Yuki Tsunoda voor P2. Sorry, naar Oscar Piastri. En Sainz. Max terug op P3. Jazeker. En zo winnen wij de grote prijs van België. Want er is niet zoveel meer gebeurd op een uitvalbeurt van Russell na dan. En dat is het. Wij winnen dus de grote prijs van België. Met de sprint, snelste race ronde in de hoofdrace en de hoofdrace gewonnen. Max toch nog naar P3. Goed gedaan, is het op naar de volgende race en aflevering. What a great race then, and a magnificent victory here at the Belgian Grand Prix. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres, that's really where the race was won today. Welcome then to the podium, our top three drivers. What a great effort from them today in a very difficult race. Nou, hierbij dat is de uitslag van de wedstrijd. Wij hebben dus ook de hoofdrace met het snelste race van de punt. 34 punten in totaal gepakt. Max naar P3. En wij krijgen ook drive of the day. Jaschi naar P2. En één uitvaller volgens mij George Russell. Leclerc punten helaas verloren. 9e werd hij. Gat naar Max is gestegen tot 62 punten. Jazeker. Dus hebben we een riante voorsprong op onze landgenoot. En 254 punten is het verschil naar Mercedes, dus ja, ook daar hebben wij gewoon een riante voorsprong. Eigenlijk kan je wel zeggen dat het kampioenschap al beslist is. Want zo dominant zijn wij gewoon bezig. En dat is heel goed om te zien. Rivaal breekt down met mezelf en Lando Norris. Plus 6 voor mij. Dat betekent 24 tegenover 10. We moeten die rivaal eigenlijk winnen. Team McLaren is ook gewoon goed. Beiden zijn level 21, het team is level 26. Dat is keurig om te zien. Door naar het sponsorgeld. Allen doelen behaald, $2,88 miljoen erbij. En helaas hebben Max en ik wat schade gereden, $95.000 daarom dus erbij. In totaal $19,26 miljoen. Kunnen we gaan spenderen aan de faciliteiten. Dat is heel goed om te zien. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat je genoten hebt van deze grote prijs en video. Heb je genoten, beloont dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En trouwens nu op mijn gamekanaal. Abonneer voor meer wekelijkse My Team Karamel content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Helaas had ik het gisteren, zoals ik had uitgelegd aan het begin van de video, heel erg druk. Dus daarom geen video online. Dus maar op de zondag vandaag dus. En ja, volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was Janan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.